Op zoek naar een elektrische fiets? U ontvangt nu €400 retour voor uw oude gewone fiets. Als u bij e-bike in Kuik een elektrische fiets koopt. Alle modellen zijn beschikbaar en proefrijden is mogelijk. TV Land van Kuik heeft een WK-spel georganiseerd. En de winnaar die mag straks een fiets in ontvangst nemen van e-bike in Kuik. Arno Kup, waarin onderscheidt e-bike Kuik zich? Nou, e-bike Nederland is een bedrijf wat fietsen ontwikkelt voor de dealers en voor de uiteindelijke consumenten. En wat wij dus doen is het ontwikkelen van de fiets en uiteindelijk zorgen dat het product wat in de winkel komt te staan bij de klant of bij onze dealers perfect past voor de eindgebruiker, voor de consument. Hoe moeten wij dat zien, het ontwikkelen van een e-bike fiets? Nou, een e-bike is iets anders dan een gewone fiets. Er zit een motor op, een controller, een stukje elektronica en een stukje veiligheid. Want het moet iets beter kunnen remmen als een normale fiets. Dus wij zeggen al, wij ontwikkelen dat, zodat die fiets die in de winkel staat perfect is voor de eindgebruiker. Waar kijken jullie vooral naar? Wensen van de klant, maar de ontwikkeling van de fiets, hoe moeten wij ons dat voorstellen? Ja, veiligheid is natuurlijk heel belangrijk en comfort, dat de fiets stil is. Een klant moet zich aangenaam kunnen voelen op de fiets en hij moet zich kunnen identificeren met de fiets. Hij moet eigenlijk echt bij hem passen. Hè? Dus kleurstelling is belangrijk. Alle aspecten die erbij komen waar de klant van zegt, nou daar, dat vind ik gewoon bij mijn fiets horen of bij mij horen als fiets. Ja. Nou komt er een klant hier bij e-bike Nederland in Kuik en die vraagt naar een fiets. En dan gaan jullie werken op maat, maar niet de fiets verkopen. In principe verkopen wij hier geen fietsen, maar de klanten kunnen hier wel terecht voor een fiets. We hebben een bepaalde actie op dit moment dat de klant €400 terugkrijgt voor zijn oude normale fiets of voor zijn e-bike. Minimaal €400. Wij doen als bedrijf ook met die actie mee en wij hebben als bedrijf de tijd om met onze klanten te gaan zitten om de juiste fiets uit te zoeken. Dus daar wordt toch wel gebruik van gemaakt. En die ontwikkeling die zet zich altijd voort? Wij doen dat tot het eind van het seizoen. Deze actie die we nu hebben tot het eind van het seizoen. En volgend jaar gaan we weer kijken of dat doet. Maar u kunt ook terecht bij de gewone fietsdealer. Dus onze dealers die doen dezelfde actie mee. Deze prachtige fiets is dus beschikbaar gesteld door e-bike Nederland in Kuik. En de winnaar dat is Frank Stiphout uit Sandbeek. Ja, jij zat natuurlijk iedere dag alles te volgen. Ja, op een gegeven moment wel. Wanneer was het? De eerste maandag van het WK. Ik dacht, ik zal eens een keer kijken. Volgens mij had ik al een paar potjes goed. En sindsdien ben ik het eigenlijk elke dag gewoon gaan volgen. Elke dag screenshots maken en hoe het zit met de concurrentie. En ja. Een beetje dollen met vrienden, met mijn broer. En ja, het ging gewoon steeds beter. Want het bijzondere van dit WK-spel, voetbalspel van TV Land van Kuik was natuurlijk, je kon niks meer veranderen, hè? Nee, inderdaad. En dat hoort er gewoon bij. Het was gewoon een beetje invullen en kijken wat het wordt, inderdaad. Ik kan natuurlijk ook vragen, wat had je niet goed, maar had je de finale ook goed? Ik had Duitsland. Volgens mij had ik de finale goed, alleen de wereldkampioen had ik fout. Nee, trouwens. Nee, ik had Brazilië in de finale. Wel Argentinië. En dan verstrijkt het toernooi en dan zie je de bui hangen in de zin van, hey, dat kon er wel eens goed uitpakken voor mij. Ja, inderdaad. En vooral na de kwartfinales was heel nauw raakt. Toen stond ik op een gegeven moment 12 punten voor. Ik kneep hem nog wel heel even voor de wereldkampioen, want ik dacht, ja, misschien kan je dan nog wel extra punten voor krijgen. Maar ja, gelukkig niet voor mij. Nou, hier staat die fiets. Wat vind je ervan? Zoals ik hem over de ogen zie, ik vind het een gaaf ding. En ook natuurlijk het verhaal wat ik daarachter heb gehoord. Ja. Het lijkt mij een zeer nieuw product. Heel modern voor zijn tijd. En ik moet ook toegeven dat ik het zelf ook nog helemaal niet kende. Arno Kup, je kunt vast iets vertellen over deze fiets, het specifieke ervan. Het is meestal zo, mensen die beginnen met de elektrische fiets te rijden, die als ze terugkomen, een smile op het gezicht. Dan zeggen ze van, nou, dat is helemaal perfect. Omdat mensen het niet weten, en vooral de jongere generatie, die zeggen van, ja, wat is nou een elektrische fiets? Je komt op school of je komt op je werk en je bent gewoon, je hebt toch wat gedaan en uitgerust. Ja. Op het lijf geschreven voor de winnaar. Ik denk het wel. Het is wel een van onze jongere doelgroepen, zeg maar, die we nu aanspreken. Maar ja, op zich heel leuk. Nou, dan wil ik je vragen om de fiets te overhandigen aan de winnaar Frank Stiphout. Gefeliciteerd met de fiets. Dankjewel. Dit is het, de Saxonette Touring. Mm-hmm. Een fiets waar je denk ik de komende jaren heel veel plezier mee zult hebben. En als je vragen hebt, kun je natuurlijk altijd bij ons terecht.